Nou, hele goedemorgen allemaal. Welkom op de expositie Bekijk het maar. Speciaal voor jullie Rana gedrag. Rekko gaat zo iets vertellen over een moeilijk woord, sociale rolwaardering. Dat betekent eigenlijk heel simpel dat je niet kijkt naar wat iemand niet kan, maar wat hij wel kan. En wat doe je als je pest? Dan ga je altijd pesten over hetgeen wat iemand niet kan. Toch? En als je het andersom doet, wordt het gelijk een stuk gezelliger ook voor jezelf. De expositie Bekijk het maar gaat over sociale rolwaardering. Hoe bewust kijk jij? En als we denken, dan komen er automatisch, als we het over een onderwerp hebben zoals een liefde, en je bent nu heel erg gelukkig, dan ga je automatisch aan allemaal gelukkige dingetjes denken. Op het moment dat je denkt over liefde en je relatie is net uit, dan wordt het al gauw een stukje somber. En zo kijken we ook vaak naar mensen. Iemand met een hoofddoekje is daar een goed voorbeeld van. Dat was 100 jaar geleden standaard tafereel in heel Nederland. En als er nu een buurvrouw komt wonen met een hoofddoekje, dan kan er ook een gedachte opkomen, zou het niet een terrorist zijn of zoiets. En om daar je bewust van te worden, dat je gewoon kijkt van wat er aan de hand is. En dat je gewoon een moeder ziet met kinderen en inderdaad die een hoofddoekje draagt. Daar gaat dit over. Maar tevens ook over mensen die beperkingen hebben en eigenlijk een ondersteuningsvraagstuk hebben. Dit is de zesde keer dat we een expositie organiseren en we hebben ook een aantal standaardthema's zoals vlucht door de woestijn. En ieder mens die heeft recht op een veilig huis en haard. En geen mens zou daarvan verdreven mogen worden. En we hebben ook hele concrete, en dat is Spark, en dat betreft de manketten. Dat is gewoon heel dichtbij. Dus we proberen een balans te vinden tussen gewoon uitvoeren en ideologie. Deze manquette, dat noemen wij Spark. En dat is een soort stadspark in de Eskamp, wat we graag willen gaan realiseren. Het is nu allemaal kunstgat. En we willen uiteraard een paar stukken overhouden van kunstgat, zodat er gesport kan worden. Maar ook schaduwplekken creëren. En dat verbeelden de bomen. En stadstuinieren in samenwerking met basisscholen, et cetera. Om dat te onderhouden. En er is een idee voor een kinderboerderij. Maar wellicht dat de bewoners dat helemaal niet leuk vinden. Dus dan moet daar iets anders voor komen. Daar gaat het ook niet om. Het is een droom, het is een wens. En uiteindelijk in overleg met de bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek, de gemeente, zijn we bezig om dit idee gestalte te geven. Ik ben Martin. En jij? Isra. En wat hebben jullie er net gedaan? Wij gingen naar Medin om te leren over wat mensen doen daar en net als wat ze maken, ja. En ging het bijvoorbeeld ook over hoe je naar mensen kijkt of dat ze misschien gelijk zijn of anders? Ja, ook al zijn ze anders, iedereen blijft hetzelfde en dus je moet diegene ook niet pesten en we hebben ook geleerd met samenwerken. En wat is er leuk aan anders zijn en samenwerken? Het leuke, als je samenwerkt kun je meer dingen sneller doen en dan heeft het eigenlijk een leuke positie. Medin is een zorgorganisatie die heel veel vestigingen heeft in Haaglanden en in Rijnmond. En Medin heeft heel veel woonvormen en een aantal dagactiviteitencentra's. Dit is participatiecentrum De Weesperstraat. En het woord zegt het al, een participatiecentrum. We hebben een heel groot integratietraject. En het is overigens zo dat ABK die organiseert deze expositie in samenwerking met de Weesperstraat middenin en ook met Stichting Mooi. En in samenwerking met de scholen die je gezien hebt vandaag. Mondriaan College doet er ook aan mee. En de FreeFit studenten. En met elkaar, door eigenlijk een hele mooie samenwerkingsverband aan te gaan, hebben we deze expositie neergezet. Behalve scholen is openbaar is die vanmiddag. En we verwachten hopen collega's. Omdat het natuurlijk ook belangrijk is als jij werkt, of je mensen gaat betuttelen. Of dat je mensen aanspreekt op een kracht. Dat is een grote meerwaarde. Nou, daar maakt Medin zich hard voor. Wat dat betreft, ABK kon zich ook helemaal vinden in dit onderwerp. Anders hadden we natuurlijk het niet gedaan. En ik verwacht ook mensen uit de kunstwereld, mensen uit de politiek en gewoon mensen van de straat, buurtbewoners, die komen ook. Dit schilderij is gemaakt door Kees van Biesen. En Kees van Biesen die was chefkok in het restaurant Bitter de Wit, tot hij getroffen werd door een hersenbloeding. En hij raakte rechtszijdig verlamd. Hij was rechtshandig en afasie kreeg hij ook. Dus dat je wel weet wat je wil zeggen, maar je kan de woorden niet meer vinden. En hij heeft met zijn linkerhand alles weer moeten leren. En waar kunnen mensen nog meer informatie vinden over deze expositie? Dat kunnen ze vinden op de website van ABK, maar ook op de website van Medin. En natuurlijk op de Weesperstraat Facebook, daar staat ook alles op. En daar is denk ik op dit moment de beste plek om je informatie vandaan te halen. Want die is het updates van allemaal. Het gaat om het spelletje.
En het gaat niet om de ambacht. Kijk, over ambacht laat er geen twijfel over zijn. Dat is heel hoogwaardig van op kunstacademies. Maar dat is een ander stuk als die creatiekracht.